dikke 40 jaar geleden zaten we bij Café Jan Dekker in Assen. Desolation kwam uit en we zitten nu nog steeds in het café bij Erklens in Rolde. En Cats Lost is weer een top CD in mijn ogen. Er zit een verband tussen Desolation en tussen Cats Lost. Het is allebei een beetje gerelateerd aan de hippe tijd, de beatnik tijd, van de tijd van Jack Kerouac. En de jazz van toen die tijd, want een goede cat is eigenlijk een beetje hippe jongen uit de jazz en zo. En dat Lost, ja, wij zijn een beetje de verloren jongens eigenlijk van deze tijd. Ik vind persoonlijk Simple Man, Desolation en Groeten uit Grollo hoogtepunten. En ik denk dat dit opnieuw een hoogtepunt wordt. De CD is een beetje gedifferentieerder. Er staat van alles op. Van hardcore blues met toeters, tot aan mooie songs met het klimkwartet, dat is een strijkkwartet. Tot aan eigenlijk letterly, kan ik wel zeggen. Alleen een gitaar met een puls op een doos van Hans. En hij is geproduceerd door Daniel Loewes, dus een streekgenoot van mij, mijn verklaarde neef. En ja, die heeft het erg goed gedaan. En die begrijpt mij ook. En hij speelt een bijzonder aantal instrumenten. En ja, hij heeft de kijk op. Dat vind ik. En het is heel prettig werken, want wij verstaan elkaar heel goed. Heard of blues on the radio. Man, it hits me like a hammer blow. I had a friend. Jullie zijn niet naar een peperdure studio geweest, maar jullie hebben het eigenlijk gewoon in een verbouwde boerderij opgenomen. De meeste studio's zijn vaak heel cool en er zit iemand achter het glas en het is allemaal toch een beetje indirect, het is een beetje noodzakelijk kwaad en dit was eigenlijk, hier is gewoon live gespeeld door in een prachtige omgeving. Het is een beetje wat Daniel Lanois ook gewoon met de Neville Brothers heeft gedaan, mensen op een gemak stelt met Bob Dylan en New Orleans en zo. En ja, dat ging. De wagen stond ergens achter. En dat is, hebben we in 4 dagen gedaan, die basistracks. En dat was eigenlijk hartstikke mooi. I was sitting in my old room when the devil knocked my door. He said, I want you as my deputy and welcome aboard. Ook de fotografie voor het album is door een streekgenoot gemaakt, hè? Dat is heel bijzonder dat we Anton Corbijn, dat het artwork heeft willen doen. Hoe dat nou precies gekomen is, ik weet het niet. Hij heeft mij gefotografeerd voor 50 jaar Nederlandse popmuziek. Toen heb ik eens een keer met Anton gepraat en toen heb ik gedacht, ja, misschien moet ik dat aan hem vragen. En ik heb gezegd, ja, wij hebben niet zo'n groot budget. En tot mijn verwondering wilde Anton dat wel doen en daar ben ik hem natuurlijk geweldig dankbaar voor. Ik heb de CD een paar keer gedraaid en we kennen elkaar al heel lang. En toen had ik toch de indruk dat ik allemaal autobiografische flarden hoorde. Ja, het is sterk autobiografisch. Het zijn mijn dingen die ik bedacht heb. Dus dat Back That Blues, dat spreekt voor zich. Hè? Ook de Indiaan of de Amerikanen die geen respect hebben voor andere volken. Ook voor de Indiaan en een aantal presidenten hebben doorgeschoten. En dan met filtstift over de moskeeën gaan in een cultuur die al eeuwenlang bestaat, weet je wel, dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Well, first they took the Indians and made the black man a slave. Low country blues, dat gaat dan over de hufterigheid vandaag aan de dag in dit land. Nou, dat kan iedereen, kan dat eigenlijk bedenken, want dat zie je dagelijks langskomen. Life in the low countries, ain't no fun. Most of the time it's raining, rare is the sun. Ik heb een liedje geschreven over mijn vriendin die mij eigenlijk een beetje uit de malaise heeft geholpen. Dronk ik eigenlijk veel te veel enzovoort enzovoort. Misschien wat te veel dope en zo. Nou, en daarvan ben ik in zijn geheel genezen door haar. Dus ik vond wel de moeite waard om daar eens een keer een lied aan te wijden. When the game of life
was tumbling down. That's when you came in with a brand new sound. Je bent nu al ruim 45 jaar bezig, maar komt hier ooit een eind aan die cyclus? Ja, dat heb ik mij ook wel eens afgevraagd. Ik heb er ook wel eens met mensen over gepraat. Maar een goede vriend van mij, Frans Afman, die zei tegen mij van ja jongen, daar moet je niet al te druk over maken. Dat komt vanzelf. Dat zal zich vanzelf aandienen.